De meerderjarigheidsgrens in Suriname moet van 21 jaar naar 18 jaar, stelde VHP-parlementariër Sheryl Dijkstil gisteren tijdens de behandeling van het nieuw burgerlijk wetboek in de Nationale Assemblee. Hiermee moet de huwbare leeftijd ook gebracht worden naar 18 jaar. De reden voor het wijzigen van de meerderjarigheidsgrens moet gezien worden in de zelfstandige deelname van deze leeftijdsgroep aan het economisch verkeer. Dijkstil legt uit dat dit voorstel komt nadat er kennis is genomen van de situatie in Nederland, de regio en Zuid-Amerikaanse landen. Ik denk waaraan wij moeten vasthouden is vooral zelfstandig deelname in het economisch verkeer van de 18-jarigen. En dat we aan dat argument moeten vasthouden als reden om de meerderjarigheidsgrens op te trekken. NDP-parlementariër Melvin Bouva vroeg zich af welk economisch verkeer voor 18-jarigen er wordt bedoeld bij de onderbouwing voor het verlagen van de meerderjarigheidsgrens. Terwijl NPS-parlementariër Patricia Etnel aanhaalde dat er ook rekening gehouden moet worden met de randvoorwaarden in de Surinaamse samenleving. Welk economisch verkeer voor 18-jarigen? 18-jarigen kunnen niet eens een bankrekening op een behoorlijke manier openen om deel te kunnen nemen. Hebben niet eens behoorlijk toegang, voorzitter, vanwege wanbeleid dat we zien, naar een huisvesting, voorzitter, naar een perceel. Niet eens behoorlijke toekomstperspectieven, voorzitter, om deel te kunnen nemen op een jeugdwaardige manier in het onderwijs. Als studiefinanciering, voorzitter, om een auto te kunnen kopen. Over welk economisch verkeer wordt hier gesproken? Ik vind dat niet realistisch. En dan is het niet alleen maar de randvoorwaarden die binnen het gezin worden geboden, maar ook die de staat Suriname biedt aan het vormen van, onze kinderen tot volwassenen. Het eerste wat we moeten weten is dat wanneer een kind, of tenminste wanneer we zeggen dat 18-jarigen moeten gaan werken, dan weten we allemaal hier in de zaal dat hun loon niet eens genoeg is om zelfvoorzienend te zijn. Dat is het eerste, want die maatschappij biedt dat niet. Tweede is, een 18-jarige kan niet zomaar gaan zeggen van luister nou, ik wil in aanmerking komen voor een woning. Etnel stelde dat het parlement samen met de regering moet nagaan of 18-jarigen daadwerkelijk de verantwoordelijkheid gegeven kan worden om als meerderjarige op te treden gezien de vele beperkingen binnen de samenleving.